En het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag Wereldmalariadag gevierd in het Malaria-programmagebouw. De dag begon met een gezondheidsbeurs, waarna is ingegaan op de successen die Suriname heeft geboekt bij het bestrijden van malaria. Ook zijn gezondheidsmedewerkers die zich actief inzetten om malaria tegen te gaan in het zonnetje gezet. Helene Hiewat, coördinator van het Malaria-programma, geeft een overzicht van de Surinaamse situatie met betrekking tot de bestrijding van malaria. Maar wat we niet in de hand hebben, is het reisgedrag van mensen. En mensen gaan en komen en ze gaan naar malaria-gebieden en ze komen met malaria terug. En dan is het eigenlijk in bepaalde lokaliteiten waar transmissierisico erg hoog is, heel moeilijk om de preventie te doen, zodanig dat er geen lokale transmissie plaatsvindt. Maar we blijven daarmee bezig. En ik hoop dat we in samenwerking met de mensen van de verschillende organisaties die daarmee actief zijn, dat we dat doel wel kunnen bereiken. Op dit moment is het rustig in Baarlemeu. Of dat zo blijft, dat moeten we even aankijken. Maar wij hopen nog voor van het einde van het jaar geen cases meer te krijgen. En dus volgend jaar met een blanco blad met no cases te beginnen en dan ook te eindigen. We zijn in een goede positie om dat te doen, maar het blijft een challenge. Hiewat zegt dat er personen zijn die heel hard werken in het binnenland om malaria te elimineren. Daarom heeft het ministerie deze werkers vandaag extra aandacht gegeven. We gaan twee groepen die in het binnenland actief zijn erkennen. In eerste instantie de werkers die actief zijn geweest in de twee outbreak situaties die ik heb genoemd, namelijk in Kaamhakken en in Paluimeu. En dat zijn met name de mensen die niet gebruikelijk in die situatie of in die dorpen actief zijn, maar die extra inzet hebben getoond. Dus dat is van de medische zending. En de tweede groep die we gaan erkennen zijn onze eigen malaria service deliverers. En met name die mensen die al een lange termijn relatie hebben met het malaria-programma. We hebben gehoord dat de goudmijnen situaties zijn flexibel, zijn mobiel, mensen verhuizen vaak en gaan steeds naar andere locaties. Maar we hebben een aantal malaria service deliverers onder ons die al jaren en jaren met ons zijn. En ik denk dat dit een goede gelegenheid is om ze even die erkenning te geven. De coördinator van het malaria-programma, Helene Hiewat van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag in verband met Wereld Malaria Dag.